Jongens, een jaar van je leven zit erop. Echt super jammer, want ik keek dit echt elke dag. Heb ik daar naar gekeken. Echt, what the fuck. Echt psycho. De winnaar is bekend, namelijk Isaac. Isaac heeft gewonnen, dus gefeliciteerd Isaac als je kijkt. En vandaag ga ik langs wel een heel bijzonder koppel. Namelijk, ik ga langs Imadidim en ik ga langs Rupert. Zij hebben de lood samen dus verlaten als koppel. En in eerste instantie had Imadidim nog een vriendin toen hij thuis had. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit is gegaan allemaal. En het zal mij opnieuwen. En Rupert is dus vader geworden. Dus gefeliciteerd Rupert, want hij was dus zaaddonor. Krijg je nog niet genoeg van deze video's? Ga dan nu hieronder op klikken op abonneren. En wie wil jij nog in de auto bij van een jaar van je leven? Wie willen jullie graag zien? En ga vooral abonneren, want ik ga de bondgenoot, ga ik kandidaat ook in de auto nemen. Dus abonneer! Nou, ik zit hier vandaag naast Imi en langs Rupert. Hallo! Hey. Hoe gaat het met jullie? Ja, wel goed hoor. Ja? Top. Ja. Je bent nog maar net terug denk ik ongeveer. Je bent drie weken thuis. Iets 2 weken volgens mij. Ja. En eerst ging jij eruit, Imi. Ik ging eruit eerst. Ja, en toen ging jij eruit roepen. Ja. Yeah. En ik weet nog wel, het laatste stuk was best wel heftig, want Jackie tegen Jasper. En dat was een beetje sensa volgens mij, of niet? Ja, dat wel eigenlijk. Ja, oh joh. Over die vlaggen en zo. Over die vlaggen en zo. En ik weet niet, ik heb nog niet de aflevering niet terug gezien. Ja. Maar ik had wel wat commentaar gezien. Ja, ik had ook gezien, ik zit in die Facebook groep en er wordt altijd alles ingegooid. Ja. Dat is echt niet normaal. Hey, en hoe lang ben je nu terug? 3 weken? Ongeveer ja, iets korter dan 3 weken. En wat heb je als eerste gedaan toen je thuis was? Wat heb ik als eerste gedaan? Ik heb een maaltijd besteld en flink gegeten. En daarna naar de supermarkt ingaan. Supermarkt? Ja, ja. Ik heb mijn broers gezien en zo. En ik moet mijn nichtje nog zien. Ja. Maar heel veel mensen gebeld en zo. Dus echt een beetje. Dat zal wel. Gewoon iedereen heeft die lijst alles, af. Ja, had je ook veel berichten super, van thuis? Heel veel berichtjes. En het is echt super leuk om te horen hoe iedereen heeft gekeken. En hoe het leuk was en zo. Maar het is echt heel veel tegelijk in ieder geval. Dat zal wel. En Imi, hoe gaat het met jou nu? Verder? Goed? Gaat goed. Ja. Druk ook? Of? Druk, nog steeds aan het bijkomen. Ja, want het is best wel lang geleden, hè? Ja, 12 maanden. Dus en mocht je bijvoorbeeld van werk wel gewoon weg en zo? Of wat voor werk deed je? Ik DJ'de. Dus DJ? Ja. Oh, dus je bent echt DJ? Dus, wat DJ. Vet! Oh, dus ik ga denk ik volgende maand mee, weer aan de slag hiermee. Oh, wat voor muziek doe je dan? Ik draai daarbij een concerttour die Yalla Yalla heette. Yalla Yalla. En daarmee promoten we de Arabische popcultuur, maar ook hip-hop, een beetje dansmuziek. Wel vet! Dat is een heel cool muziek. Ja? Ben je er al eens geweest, Rupert? Ik ben nooit geweest, maar ik heb wel al die videoclips gezien en zo. En het is echt een hele andere, zeg maar toch een hele leuke soort Arabische invloeden, maar heel modern ook gedaan. Dat is echt heel mooi. Ik ga dat eens opzoeken op internet. Echt heel cool, ja. Ik ben wel benieuwd. En dacht je dan bijvoorbeeld ook, als je meedoet met zo'n programma, van goh, heb ik meer bereik met DJ? Of Precies, dat ook. En ik ging gewoon, ik liet me verrassen. Ja. En de manier waarop het daar gegaan in 1 jaar van je leven. Ja. Zijn wij of ben ik geïnspireerd om iets van een concept neer te zetten die lijkt wel op een clubnacht of een concert. Oh, wat vet hoor. Nou, ik ben wel benieuwd of het gaat lukken en zo. En wat mis je bijvoorbeeld nu als je die loods, want jullie hebben echt gewoon een jaar ongeveer gezeten. Van de loods, eigenlijk de rust in ieder geval is altijd natuurlijk lekker. Was er daar rust? Ja, had je wel veel rust qua prikkels, qua telefoon en qua zo. Thuis en zo. Maar ik mis niks in de loods. Nee? Ook geen mensen? Nee. Mensen heb je het genoeg gezien. Kan je wel zien. Ja, ik heb wel gezien, maar ik hoef echt niet mensen. En die Maria, heb je alles al teruggekeken? Of? Nee, ik heb alleen op de socials een beetje op de sociale kanalen van NJ van Leven gekeken. Alle filmpjes en zo. Maar aflevering. Volle aflevering? Nee, heb ik nog niet echt. Want ik denk, het is zoveel om terug te kijken, denk ik. Of niet? Als je bijvoorbeeld alles terug moet kijken, dan ben je echt lang bezig, denk ik. Ben je weer een jaar nog blij? Dan ben je nog een jaar. En ik weet niet of het wil zien, want in principe, je hebt het geleefd in ieder geval en je weet wel, van alles de highlights krijg je wel te zien op Facebook en zo. Denk ik hoef niet echt alles te gaan terugzien, want het lijkt me zo veel. Je hebt toch wel meegemaakt, maar het is wel zo. Je ziet wel dat heel veel mensen rollen en zo. Wie zegt dat, wie zegt zus. Ja, maar dat wist je wel sowieso. Ja? Ik vond Babette altijd wel grappig bijvoorbeeld, maar ik wist niet. Babette? Maar Babette is een slang! Ja, maar ik vertrouw haar nooit. Nee? Maar ik vond het wel grappig. Ja, ik denk ook wel, want in het begin vond ik haar ook echt hilarisch. Ik dacht van, oh, dat zou wel een vriendin van kunnen. Ja, dat is ook grappig. Maar naarmate hoe zo lullig ze tegen Wendy deed, vond ik het gewoon zielig. Dat heb ik allemaal niet zoveel te zien, maar ja. Hé, en iemand die toen je wegging, stond niemand jou op te wachten. Was het? Ik had het
ja, juist expres gevraagd. Oh. Omdat ik niemand wil kwetsen van mijn omgeving. Ik had het wel hiervoor gekozen om mezelf bloot te stellen aan de camera, aan de ja. publiek mening, zeg maar. Ja. Maar niet de mensen in mijn omgeving. Omgeving. En daar hou ik het ja. mee bij. Ja. Dus in die zin niet dat ik zielig weggeven of zo. Nee, ja. Oké, okay. Wat zeg maar ook zo van... Ik heb de eerste aflevering dus teruggekeken. Mm-hmm. Je ging eigenlijk in met een meid. Met een, je had zeg maar een relatie, toch? Ik had een relatie ja. ervoor met een meid. Ja. Dat is uiteindelijk vervangen door Robert. Robert. Ja. Ik oh, yo. Weet van mezelf dat ik biseksueel ben. Ja, oh, dat dus wist je al. Wel, ja, dus oh. wel je zat daarvoor ook al wat met mannen gedaan en zo. Ja, niet in dat zin relatie, oh. maar... Nee, maar wel. Ja, ja, ik weet het wel. Ja, ik weet het wel. En was die vriendin dan niet bijvoorbeeld... Ja, hoe reageerde die vriendin? Hebben jullie wel gesproken bij het al? Ja, cool. Toen ik het eraan... Heb jij dat al gevoerd? Ja, oh, en dat is gewoon goed en ja, zo. Ja, super leuke meid. Oh, dus je vindt het dus ook niet boos of zo? Of... Nee. Want hebben jullie nu echt officieel een relatie? Een relatie, ja. Ja, hey! Ja, ja, ja. Ik ben een jaar, dat is goed. Ja, alweer een jaar. Ja, maar ik weet wel, ze is heel veel focus gelegd op de relatie zelf. We hebben elkaar natuurlijk ontmoet omdat we heel erg... allebei van muziek houden en het is een bijzondere ja, situatie zo, maar je krijgt dan ook echt de kans om elkaar goed te leren kennen en gewoon echt bepaalde connecties die je misschien buiten niet zo snel zou maken, ja. hebben we echt goed kunnen maken op een vooral de creatieve manier hoe, en ook de persoon die hij is natuurlijk, bedoel, ja. zo'n geduldige, rustige, introverte persoon die ja, dat ook heel slim is. Ja. En dat is natuurlijk heel mooi hoe je dan denkt van ja, dat is een soort van link die ik nodig heb om dan weer samen het iets te gaan toch doen. Toch mooi uiteindelijk dat het dan zo uiteindelijk dat het zo. Ja, ja vind ik wel. Dat is wel grappig. Ja. Hey, en jullie hebben daar dus een jaar gezeten. Hebben jullie die? Jullie hebben helemaal geen gele kaart gehad, allebei niet. Nee. Nee. Ik vind het dood. Dus het is zo stupid. Het is zo irritant. Je wordt iedere keer op alles afgekeken. En het is van, ik weet nog dat ik met Moraima de eerste keer die grote bal liet vallen. Ja. En toen hadden we zoveel mensen nog al die gezichten allemaal zo dat je die bal liet vallen. En dat was die grote bal die zo maar begin. Ja. Dus dan voel je altijd iedereen naar je kijkt en van. Dan beginnen ze al, oh Moraima, maar even naar roep die vraag. Dus dan krijg je altijd al zo'n naam. Terwijl mensen gele kaarten hebben laten vallen, als er gebeurt gewoon geen. Er zijn nooit echt, hoe noem je dat? Er wordt nooit afgestraft of zo. Daar zo, door de mensen niet, zelf niet. Nee. Want ik moest ook lachen, er zijn ook een paar mensen gewoon weggestuurd. Mm. Max is weggestuurd. En hoe heet ze die andere meid? Kim, ja. Die kwam vanmiddag nog bij de hek schreeuwen en zo. Dus die waren ja, echt klopt. Maar, ja. Merkte je ook veel dat de mensen buiten de hekken gingen schreeuwen? Heel af en toe, maar. Ik weet niet, het was al heel vroeg. Ja, dat zien jullie nog. Jullie namen het altijd niet meer. Ja, echt heel lang. Heb je nog een cola daar? Ja, het is echt, ik heb niet heel veel van gemerkt. Volgens mij 6 keer of zo in totaal. Zes keer of zo. Ja. En op een gegeven moment werd toch ook gezegd van dat het niet meer mocht. Mocht niet meer en dan moesten we echt naar binnen. En dan kreeg je net over het ding gebouwd en zo. Dat is echt een, we voelden ons echt net een kooi. Ja. Als je echt in een kooi zat, dan had je echt opeens... Lijkt me wel grappig hoor, zo. Het is echt wel grappig, maken. Maar het is leuk. Maar op een gegeven moment... werd het wel een beetje wachten tot er iets gebeurde, want dat is echt gebeurd. Was op een gegeven moment zo'n doodzaai. Van zoomen naar zoomen. Ja, en dan moet je niet kamer in. Moet en je de zoomer, de zoomer. Maar ik heb dit gehoord. Niemand rende meer in de zoomer toe. Gewoon lekker langzaam lopen. Ja, ja. Niemand had er meer zin in op een gegeven moment. Niet meer. Maar ik hoorde dus dat alle jongens, die gingen gewoon pissen in die douche. Als, dat is toch vies? Ja. Ja, jij ging buiten plassen. Ik hoorde het. Ik dacht, ik geloof het niet. Ja, dat is echt zo. En dan ging het allemaal... Echt iedereen ging plassen en dan was zo'n lange rij altijd weer steeds minder natuurlijk op het laatste, maar het was wel echt... Heel erg, maar echt goor. Dan moet je iemand die moet toch douchen daarna? Yeah. Je moet je voorstellen aan het begin goor, dat het ik morgen 39 man wil naar de twee douchen, maar dat twee weet toiletjes, echt zo... Dus ja, best wel weinig eigenlijk. Ja. Heel weinig. Hey, en wie spreken jullie nu nog het meest als je kijkt naar de avond? Moraima. Dus Moraima en ik heb met Isaac en je nog een beetje gesproken, heb je net gezien. Ja. Oh, want Isaac heeft gewonnen, trouwens. Yeah. Ja, geweldig. Wat vinden jullie daarvan? Want die staat eigenlijk nog wel een beetje bij jullie in het groepje. Ja, nou, Isaac sowieso terecht heeft gewonnen, want hij was echt vanaf het begin heel alert en constant bezig met ook echt activiteit in de loods. Hij heeft altijd van ze laten horen, hij heeft heel veel mensen geholpen. Ik bedoel, hij is wel echt iemand van ja, de winnaar. Hij had echt moeten winnen. Ja. Maar ik denk toch, weet je, er werd al een Facebook groep, iedereen die dacht dus dat hij de mol was. Ja, maar dat kan dat niet. Dat kan niet, want het is echt een spel waarbij niet geen jij. Dit is de geloof van Esther. Oh, Esther! Ja, yeah, ja. Yeah. Oh, die met die krullen, toch? Ja, ja, ja. Dat is Esther. Ik dacht, wie is Esther ook alweer? Maar die zei die heeft het als eerste. Ja, dat hij de mol is en zo. Ja, ja. Oh, denk ik. Ik denk vandaar is het wel. Misschien vandaar dat die livestream zelf op hebben gepakt of zo. Want
was Esther, die ging ook met jou Willem en zo. Ja, heb je wel eens gezien? Die staat helemaal bovenop elkaar te tongen. Ja, en zo, ja, oh nee, niet Esther, maar. Dit is Eunice. Eunice. Ja. Wat zou ze zou het graag willen, maar dat is niet. Die nee, zo, maar Esther had toch ook een relatie toch hier in Nederland gewoon? Of in buiten? Wie? Esther, dat was niet. Volgens mij was haar man overleden of zo. Dat was 2 jaar single of iets. Hey Rupert, jij bent vader geworden. Gefeliciteerd. Ja, vader, ik ben donor geweest. Donor. Ik ben pretpapa, dus ik ben zeg maar zelf niet betrokken bij de hele opvoeding en zo. Dus echt gewoon hun gezinnetje. Oh, dus dat is niet een vriendin van je? Dat is wel een vriendin van mij, maar het is haar gezin, zeg maar. Ja. Dus ik ben dan niet. Het is niet dat je daar dan zeg maar daarbij blijft en dat soort dingen. Nee? Nou, het is een vriendin van mij, dus ik heb gewoon contact met haar. Maar het is alleen, ik ben niet betrokken bij de opvoeding. Oh, maar heb je niet het gevoel van, goh, ik wil toch. Ja, natuurlijk, dat is een gevoel dat ik altijd willen hebben. Maar het is in principe, het is dit of niks. Ja, maar wist je dat al buiten, dat dat ging gebeuren? Dat, of in die loods? Dat, wat dat precies. Zeg maar, wist je dat dat ging gebeuren, dat zij dat zaterdag in ging doen? Oh nee, maar ik was erbij. Oh, je was erbij? Ja, ja, dat is woorden. Dus ze was al zwanger toen ik erin ging. Ze was nog 6 maanden. Dus in februari is het babytje geboren. Alleen ik wist niet of het een jongen of een meisje zou worden. Maar ik wist wel dat er een kindje geboren zou worden. En hoe heet die? Is het jong of meisje? Nou, mag ik niet noemen. Oh, het is een meisje, ja. Maar ja, wel vet leuk, denk ik. Ja, het is heel leuk. Ik bedoel, super leuk, super mooi. En het ging zo snel, want in principe. Hadden maar 2 pogingen gedaan. Oh, dus best snel. Principe, en super staat even roepen. Ja, hier, toch wel. Dus dat is echt, ik dacht van oké, weet je, het schijnt best wel een moeilijke traject te zijn. Als je echt heel vaak in het ziekenhuis moet rijden. Maar zijn dus een relatie met een vrouw? Met een vrouw, ja. Oh, vandaar. Oh, dat is wel mooi toch eigenlijk? Ja, super leuk. Dus in principe denk ik van ja, dat is heel speciaal. Want ja, ik had altijd natuurlijk een kindje willen hebben. Ja. Maar, het is sowieso niet echt makkelijk weggelegd of zo. Maar op zo'n manier geweldig. Dus ja, ik ben heel blij mee. Wel vet. Ja. En maar die, als je bijvoorbeeld terugkijkt naar een jaar van je leven. Als je dan bijvoorbeeld ook wel eens denk je dacht van goh, die kan ik echt niet uitstaan. Mensen. Ja, mensen, ja. Ja, jawel. Want ik dacht ook in het begin dat je ook wel met Quincy volgens mij is ook een beetje de clinch, toch? Ja. De boter allemaal in de kaart, weet ik veel. Ja, ik denk ook wel dat het moeilijk is. Nee, ja, kijk, het is wel. Het is al lastig om met jouw partner, zeg maar, 24 uur met elkaar te zitten. Dus laat staan vreemde mensen die een heel andere gewoontes hebben, die heel anders in het leven staan, weet je. Dus dit zal nooit echt een maat, een goede maat zijn. Nee. Dat je die mensen. Kan wel afstaan, zeg maar. Ja. Maar ja, dus dat was gewoon onderdeel moeilijk, van het totale ervaring en dat je toch weg moet vinden om, om te gaan met deze mensen. En dat was gewoon leuk, maar ja. Dat was fucked up. Ja, ik, ja. Wie had jij daar rekening mee? Wie had jij daar rekening mee? Als je nu je naam was het fucked up. Wie had je rekening, Rupert? Ik had heel veel mensen, Berend van irritant. Ik vond hem ook lelijk. Oh ja, dat is lelijk. Erik van irritant. Want Erik ook. Ja, dat is irritant. Dus Erik is helemaal zo. Maar altijd alles opvreten en doen. Maar altijd zo bedweterig ook. Dat vind ik werkelijk. Dat is zo. Ja, zo irritant. Maar ik heb het idee dat jullie niet echt of zo uitgekotst werden. Helemaal niet. Ik zag altijd, altijd positief mee. Oh ja, ja, nee. Toch of niet? Dat is ook hoor. Nee, ja? Ja, ja. Oh, ik zie altijd alleen positief mee. Maar ik denk dat ze zo'n stip kwamen werden gezet. Ja, naar binnen, maar dat was naar binnen. Ja, nee, niet, ik ontstaan mee. Maar wat dacht je dan van toen je op de stip werd gezet? Ja, nee, ik dacht, oké. Maar jij moest tegen Wendy. Ik moest, tegen Wendy. En dat is in principe. Kijk, ik vind Wendy heel erg leuk eigenlijk. Ja. Dus, ik dacht, oké, maar weet je hoe dat, als je met zo'n groepje zit, dan heb je toch een beslissing die je samen maakt en zo. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, dan zou Wendy makkelijk zijn. Ja, misschien wel. Je wordt altijd omgepraat over alles. En ik dacht van, doe maar, weet ik veel. Dus, ik denk dat je op het einde je gewoon niet meer weet of zo. Eigenlijk ben je toch best wel goed met een paar. Ja. Maar toch wil je toch wel een paar mensen uit. En ik wilde Bern bijvoorbeeld heel vaak op de stip zetten. Ik wilde Bern eigenlijk toen ik moest gaan. Maar je Bern graag uit. Ik tegen Bern, niet graag eruit, maar. Jawel. Maar Bern is toch ook bi? Heb je nooit een keer iets gehad dat je dacht van goh Bern? Je moet je aan me vragen. Ik had al gehoord van Bonnie. Nee, niet hem bedoel ik. Bonnie zei al, hij zat toch te flirten met Rupert. Ja, dat was wel heel erg. Maar ik verbaas me sowieso niet met Sasha. Nee, ik snap ook niet dat hij met Sasha heeft eigenlijk. Ik zeg je eerlijk, ik vond Sasha helemaal niks. Maar ja, en wat zou je bijvoorbeeld doen met het geld, stel je voor je had gewonnen? Ja, dat is ook sowieso.
iets van een wellnessresortje zijn. Ja? Oh ja, in Curaçao. Madeira. Of Madeira. Ja, dat is goedkoper. Ja. Dus dat is duur, maar het is een soort van wellnessresort, toch maar een beetje detoxen. Omdat ik ook wel een jaar heb gedetoxed eigenlijk. Ja. Oh, dat is heel fijn, gedetoxed? Ja, toch, ik bedoel, niet, bijna geen drank. Je bent afgevallen, het is lekker. Geen drugs. Geen drugs. Ja, like, yeah, het is best wel detox. Ja, dat snap ik ook wel, denk ik ook. Het is een beetje een soort van fatcamp, maar dan anders. Ja, goed zo. Hey, en Imrani Diem, want jij valt eigenlijk op B&B ook. Wat is zeg maar moeilijk voor jou om, zeg maar, om tv om zoiets te gaan doen? Omdat je toch wel je achtergrond toch iets anders, denk ik? Ja, het was wel moeilijk, zeg maar, voor mij. Zag je niet van, hoe ga ik het doen of ga ik het niet doen? Ik had wel een beetje getwijfeld, maar uiteindelijk, kijk, het is wat het is. Ja, en het gebeurt denk ik ook als je daar zit. Je kan het mak niet ik moeilijk vind dat wel. Ja, maar ook ik als persoon vind ik het wel fijn om mijn privérelatie apart te hebben. Niet echt onder die spotlight, weet je. Ja, dus ik snap dat voor wel. Voor mij was het wel oké, het is gewoon in principe niet omdat ik nu met Robert ben, zeg maar. Dus de hele principe voor mij. Wist je ouders het bijvoorbeeld wel, of? Zij wisten in ieder geval. Oh, oké. Dat lijkt me wel heftig als het zoiets moet voor doen. En dan, want jij was ook gevlucht, toch? Of niet? Ja. Want jij vluchtte uit. Ik vluchtte uit Syrië. Syrië. 8 jaar geleden. Jezus, toch? Als ik je niet over mag praten, moet zeggen, hè? Als je het kunt. Nee. Oh, oké. Okay. Hoe gaat het dan bijvoorbeeld in zijn werk? Je was daar en dan moest je echt gewoon naar Nederland vluchten en zo? Wij zijn eerst. Kijk, aan het begin. Je hebt iets van de, die heette de Arabische Lente. Ja. En dat is iets van opstand tegen de dictatoren in de Arabische landen, zeg maar. Ja. Elke land heeft ermee anders omgegaan. In Syrië hadden ze brutaal geweld gebruikt tegen de mensen die aan het demonstreren. Wow. Waardoor het na een korte tijdje wordt het een burgeroorlog. En daar heb jij dienstplicht, dus als je 18 bent, dan moet je naar het dienst. Ja. En in mijn geval was ik wel al 18, maar toen was ik aan het studeren, dus ik kreeg een uitstel. Totdat ik klaar ben met mijn studie, dan moet ik het dienst in, zeg maar. Ja. En toen was het al oorlog en ik wil niet echt aan de dictatuurkant of aan de andere aan kant gaan vechten. Het is gewoon niks voor mij om te vechten voor iemand. Ja. En toen gingen we eerst met mijn gezin naar Libanon en hierna ging ik vandoor naar Turkije en van Turkije naar Italië. Maar het is niet dat er veel geweld of zo bij geweest is bij jullie, of wel? Dat ook. Man. Oh, what the fuck, ik ben echt eng, man, zoiets. Super eng, familieleden verloren, ik heb veel vrienden verloren. Ja, en heb je ook gezien en zo? Van alles. Oh joh, deed je geen trauma? Heb je een trauma? Dat was wel een trauma. Dat wel. Dat is wel heftig, ja. Ja, what the fuck, ik zou helemaal, dan knap dat je dan nog zo op twee benen staat. Want ik heb ook iemand aan mijn klas, die had dat bijvoorbeeld ook. En die had toen ook iets verteld van dat er echt mijn bezoekers en zo op hun gezichten werden gericht. En weet ik wat, echt fucking eng. Dat is echt bizar. Oorlog is gewoon niet is gewoon, geen grapje, En nu woon je hier veilig in Nederland met ik je familie gewoon. Oh, gelukkig maar dat dat wel goed is en zo met je ouders en zo. Ja. Want anders heb je dat ellende ook nog allemaal. Hé, wat van die ouders ervan dat je meedeed met het jaar verleden? Mijn ouders, die mijn woners wonen op Curaçao sowieso. Ja. Dus die vonden het wel, natuurlijk vind ik het altijd van, een jaar is lang. Ja. En wat ga je doen, want ga je zelf voor lol zetten ofzo? Ja, was je er bang voor dat je dat ging doen? Ik bedoel, je komt met de beste intenties, maar ik ga hier heel veel leren en dit en aan het einde zijn dan schreeuwen, dus ik weet het. Tuurlijk, als je een jaar lang wordt gefilmd, dan zul je zeker wel heel... Gewoon alles echt zien van jezelf, echt alles je kan je niet, na een jaar kan je niet nog het toneelstuk opzetten ofzo. Ik voel het. Voor ons is het wel grappig, Het is natuurlijk als ze altijd denken, soms wel tenenkrommend misschien of zo, maar ze kennen mij, dus in principe is er niks nieuws voor de. Niks nieuws, nee. En hebben jullie bijvoorbeeld, als je daar bijvoorbeeld, jullie hebben een relatie, deed je daar dan ook dingen gewoon? Of deed je het helemaal niet? Zo weinig mogelijk dan. Ja? Ja. Zo weinig mogelijk en dan gewoon buiten van daar. Dat lijkt me wel kut hoor, als je daar dan bent en dat je dan gewoon, je weet gewoon, al die camera's staan op je. Ja, het sowieso is het irritant, maar je hebt sowieso geen privacy, dus dat weet je eigenlijk ook al. Ja. Maar er waren zoveel andere dingen, je kunt heel veel praten en zo, en het is niet hetzelfde, maar het is... Maar had je verwacht dat je dit daarover aan zou houden? Nee, ik wist ook totaal niet dat ik, dus ik weet dat ik de loods inging.
had ik een tarotlezeres die had dan voorspeld iets met liefde, grote liefde. En dat, ja, dat lijkt me zo sterk. Dus je 40 mensen, daar gaan ze echt niet iemand tussen vinden of zo. Dus ik dacht van nee, ik geloof het gewoon niet. Nee. En toen gebeurde het dus wel. Dus echt heel, ja, het is heel zo mooi. Gek dat het zo kan gebeuren. Het is heel raar, totaal onverwachts. En natuurlijk nu is wel voor ons, oké, de focus ligt zo op die relatie. En dan is natuurlijk ook zo'n transitiefase dat je moet kijken. En we willen gewoon eigenlijk het hele muziek gebeuren. Gewoon vooral gaan doen. En wel genieten van elkaar. En, ik denk dat het wel goed komt. En gaan jullie nog op vakantie met Moraima? Ja, we gaan in november wel naar Curaçao gaan. Oh, jullie hebben joh. En hoe zit het dan bijvoorbeeld met samenwonen? Want jij woont in Utrecht, Imi. En jij woont in Eindhoven. Ja. In de buurt daarvan. En hoe is dat dan nu? Want jij bent volgens mij heel lang hier al. Ik ben nu al heel lang hier. Maar in principe, ik heb gewoon auto's dus kunnen op en neer rijden en sowieso. Mijn broer woont zelf in Tilburg. En ik weet niet of ik zeg maar weg uit Limburg wil gaan. Een beetje meer naar het noorden wil komen. Maar dat zien we nog wel. Maar dat komt toch wel. Ja. Dus geen haast. Om een jaar. Je hebt al een jaar samen gewoond. Ja. Hoe lang ben je nu al hier dan? Ik ben nu... Ik ben je al thuis geweest? Nee. Nee, ben je al niet thuis geweest? Nee. Oh joh, Rupert. Nee. En ik vond het ook heel jammer dat bijvoorbeeld niemand naar de finale was van jullie. Nee, super stom. Ik vond het echt achter. Ik denk, als je nou een finale hebt... We hebben zo lang daar gezeten. En ik bedoel, we hebben echt heel veel gedaan. Ja. Evenement. Ik bedoel, het hele woord evenement komt een strot uit. En dan moesten we hier zijn en daar lachen. En dan kun je niet eens de finale zien. Dat vond ik echt wel jammer, ja. En dat was genoeg plek. Het was veel te veel plek. Oh, Jezus Christus, er zaten alleen maar twee van die kleine dingen. Hey, en, maar nu moet ik wel zeggen, wij leiden wel heel veel af. Want ze moeten ons ook zeggen. Hoe leiden af? Ja, de schijf zegt, we moeten altijd stil. Hey, oh zo, ja, dat denk ik ook wel. Wij zijn, ja, en ze blijven ze aan weer zitten. En ja, dan laten ze het zien als het chaos, denk ik. En ook niet dat ze heel veel, sommigen willen ze niet eens bij hebben, denk ik. Nee. Dat is zeker van dag. Nee, je mag toch mensen uitnodigen? Dat als we nou Kim W. Ja, Kim W. uitnodigen bijvoorbeeld. Dat mocht niet, denk ik. Nee, maar. Nee, dat mocht niet, maar het is nee. Wel. Nee, dat mocht echt niet. Mocht zij niet komen? Nee. Nee. Ik ga stuk, maar ja, het is ook wel. Ja, logisch. Kijk, sommigen werden ook echt gewoon. Ja, had ik wel een grote bek hoor. Maar ja, ja, ik vond het echt gezien toen dat ze dat zei tegen die Esther. Tering doven. Ja. En dat ze zei van ik ga je dood maken. Of, yeah. ga je was, dat sloeg echt nergens op. Maar ja, ik heb wel gelachen om iedereen. Kaas in jouw mond. Ja, ik stop kaas. Ja, ja, zodat je stikt. Doof dat je er bent. Ja, maar dat is, en ik dacht, die oude vrouw is echt oud. Hè. Dat dacht ik, oh my god. Maar ja, als echt je bloed kan drinken. Ja. Yeah. En ik heb ook een spelletje meegenomen. Ze liggen achter bij jou op de achterbank, Imi. En die Marien, wat zou jij bijvoorbeeld met dit geld doen als je had gewonnen? Veel. Ja, maar je kan ook wel met veel. Maar er gaat ook nog veel vanaf, toch? Mm. Ja, er gaat veel vanaf. Hoeveel gaat er af? Spelgeld, toch? Ik denk 45% of zo. 45%? Dus dan hou je misschien 400.000 over. Ja. 500. Het was nog een half miljoen, ja. Maar what the fuck, als je denkt dat je een miljoen ging. Wist je ook bijvoorbeeld dat je met die miljoen... Want ze zeiden toch, jij gaat een miljoen winnen, wist je dat daar geld van afging? Dat wel. Dat was wel. Ja, en dat is wel. Om het allebei. Maar, dus de bedoeling dat ik geld van afgaat, dat je gaat een jaar daar zitten en dan niet aan het prijzenpad komen. En dan de types, en wat die met elkaar zetten, dan hebben we die supergierige mensen. Nee. En dan vind ik het erg. Dus ik vind het leuk dat juist die mensen die supergierig waren, dat die niet gewonnen hebben. Niet hebben gewonnen. Het is mijn geld, zei Erik en blablabla. Bla, bla. Ja. Hey, en hebben jullie ook goud al? Ja. Ik hoorde jullie goud. Jij, is dit echt goud? Ja. Jullie hebben toch goud besteld, maar dan wou je dat dan hier omsmelt ofzo? Nee, oh, ik had dat gehoord. Nee, we willen wel matching armbanden hebben, maar met goud. We wilden eigenlijk meer. We wilden een klompje goud. Je wil gewoon van alles. Nee, maar we wilden eigenlijk met een hele groepje, zeg maar. Maar daar waren we altijd te veel mensen voor. We wilden eigenlijk of een Rolex horloge kopen met z'n allen. Of een klompje goud. Voor de laatste 10. De laatste 10 mensen. Ja, dat kan niet stiekem. Dan moet je wel een stelling doen. Maar jullie gingen toch ook altijd wel soms gewoon geld achterover drukken, toch? Jullie gingen toch gewoon dingen bestellen soms? Ja, ik snap het, ik zou het ook doen. Ik bedoel, ik weet niet of ik achterover druk. Je bent als manager, mag je die beslissing maken sowieso. En niet iedereen hoeft alles te weten. Ik moet gewoon zorgen dat alles. Ik zag ook regels echt is. Chips, alles. Ja, ik bestel echt dingetjes. En het was echt niet zo raar dat zoveel besteld. Maar natuurlijk, je hebt sommige dingen nodig. En daarvoor ben je ook manager dat je dat kunt doen. Dus als je hoe was het voor manager te zijn dan? Nou, dat is gewoon eigenlijk best wel grappig, want je bent heel erg bezig. Ja. Dus op zich is dat wel leuk. En je hebt dan ook iets meer contact met wat je eigenlijk moet doen qua activiteiten organiseren en zo, maar
Maar jij was ook nog een keer, hè? Ik was ook. Terwijl Moraima die wou van die zonnebloempitten, maar dan kregen ze die. Zeg op daar, mag alsjeblieft zonnebloempitten. Hij zegt nee, mag niet, mag niet. Ik kan niet meer maken. Maar hij is heel grappig ook altijd. Dus ja. Maar Moraima is echt top, hè? Ik ja, zeg maar. Okay, ik ga jullie vragen stellen en dan moeten jullie met jullie poppetje omhoog doen wie wat zeg maar is. Mm-hmm. Oké, wie heeft er het meest genoten van een jaar van je leven? Meest genoten. Ja, Rupert. Ja, ik denk het ook wel een beetje, denk ik. Ja, ja. Zie je wel lachen. Zijn er ook dingen bijvoorbeeld gebeurd wat echt. Ja, je hebt natuurlijk nog niks gekeken, natuurlijk. Ik heb niks gekeken, maar sowieso. Ik kan me nooit heel erg druk maken om heel veel dingen. Nee. En ik heb het wel naar mijn zin. Je bent eigenlijk ook niet boos geworden. Nee, want ik denk, ja. Nee. Nee, dat doe ik toch echt lekker mee. Ik ben geïrriteerd, maar niet boos. Niet echt boos. Nee, boos. Nee, niet dat, nee. Nee. Ik blijf ook niet in hangen of zo. En dan denk van, weet je, dan scheld ik even iemand uit, loop ik weer verder. Scheld ik maar even. Waarom zijn jullie boos op mij? Waarom zijn jullie boos op mij? Ja, ik heb het wel vergeten. Oh, jullie gaan ook altijd zingen, ja. Samen! Ja, ja, ja. Ik kan echt niet meer mee. Die stemmen. Oh. Wie heeft er als eerste gezegd tegen de ander, ik hou van je? Wie is het eerste gezegd? Ja. Of dat die relatie wou of iets. Oh. Hoe is het eigenlijk op tot stand gekomen? Ibi? Ja, Ibi wel? Oh, ik had eerder van jij roepen. Yeah. Oh, oh, schattig. Nou, hoe was het tussen jullie soort van gelopen? Gewoon, het liep gewoon zo allemaal. Ja, liep, het was, ja, het ik wist eerst niet eens dat het was of zo. Ik ook niet. Zo, dat is pas later. Het is te lachen. Oké. Okay. Wie heeft de broek aan in jullie relatie? Ja, Imi ook? Oh, jij ja, zijn dit allebei. Ja, zijn jullie, hoe zijn jullie eigenlijk in het dagelijks leven nu? Wil je weer gaan werken? Of? Ja, ik wil wel gaan werken, maar nog niet. Nee, ik zou nog eens even dus sowieso, ik wilde eerst eerder naar Curaçao gaan, dus in oktober al, maar ik ga in november naar Curaçao. Ja. Dus we willen eventjes nog wel bijkomen en in principe wel rustig gaan kijken wat ik ga doen. Ja. Maar, want wat voor werk deed je hiervoor? Ik was ik deed account manager, voor dus vooral voor techbedrijven eigenlijk. Ja. Toen ik in Londen woonde, werkte ik vanuit daar ook eigenlijk heel veel business development. Eigenlijk dus nieuwe sales dingen, heel veel sales en marketing. Ja. Of ik dat weer gaan doen, ja, weet ik niet. Je kunt eigenlijk altijd wel erin gaan in sales. Je moest wel ontslag nemen, zeg maar, voordat je daarheen ging. Nee, ik was sowieso al toen niet meer werkend daar. Dus, oh. Ik ging net nergens anders werken. Ja. Per september beginnen, toen ging ik dus eigenlijk de loods in. Dus oké. Okay. Maar ja, ik bedoel, werken is zoiets dat ik denk van, ach, het komt wel weer. Ik vind werken altijd zo kut. Ik haat werken. En ik had zo gerekend op die 58.000 euro. Ja, dus nu moet ik echt denken dat je kon toch ook kiezen om zeg maar je vaste lasten of zo te krijgen. Yeah. Of je kon kiezen dat je niet deed. Maar wat heb je gedaan? Nee, ik heb mijn vaste lasten wel laten betalen. Ja, ook. Ja, ik zou dat ook doen hoor, denk ik. Ik ben ook nog spijtig dat ik eigenlijk mijn appartement niet heb weggedaan. Dus het tijd dat mensen dat geld nog over. Wie doet er het meeste in huis nu? Qua schoonmaken of wat dan ook, alles. Dus nu? Ja. Imi, ja? Ja. En in de loods, wie deed daar? Ik ben niet thuis geweest. In de loods heb je wel veel roepen. Ja, ik heb veel, ja. Ja, er dus willen keuken staan, heel veel schoonmaken, heel veel mensen uit het geld daar. Uit het geld? En mensen irriteren. Ja, ik heb veel gedaan, dat is druk. Hé, wat wel aanwezig altijd. Wie irriteert zich het meest in de loods aan andere personen? Van ons? Ja, jij Rupert? Ja. En Sojan. Ze zijn zo in mij. Ik ben zo wel grappig. Wie heeft er allemaal gesproken al? Zo heel gesproken, Max heeft gesproken, Martin, Marciano, Isaac, Jeanette, Moraima, Kenzie, Willemme, Philippe, Gert-Jan. Gert-Jan? Gert-Jan? Ik weet niet meer wie dat is. Die reed toch in het begin al uit? Oh, Gert-Jan, nee, dat is je ouwe. Nee, dat is Jan-Willem. Oh, dat is Jan-Willem, oh nee. Gert-Jan is in uit Assen, volgens mij. Assen, daar word ik van bij. Emmen. Oh, Emmen. Oh ja, daar ging Zoe en zo ook wel mee afspreken, volgens mij. Ja. Oké, okay, nou, wie? Maar sowieso is heel grappig. Zoe is echt een maar zij is echt, jong ook, hè? Ja, ze is echt een meme. En zij is ook altijd weer op zijn binnen en en zo'n freggeltje. Echt inderdaad. Ik vond dat grappig, de hele dag gesmiekt. Ja, en ik bedoel, dat vond ik dan weer grappig. En sowieso, het was ook wel irritant voor heel veel mensen. Zo, maar ik vind dat ook hilarisch. Wie zou er eerder voor 20.000 de euro de loods verlaten? Van ons, weet je? Yes. Ja, allebei. Allebei? Ja, ik had gezegd, als het zo'n optie, we hadden gehoopt zo'n optie van 5000 euro of zo. En zo even een van ons tweetjes in ieder geval doen en dan zeg ik, en de andere blijft er maar erin.
Wie zou er eerder een vriend of een vriendin op de stip zetten? Eerder? Ja, wie zou het eerder doen? Sowieso jij. Bij uitleg, denk ik. Ja, bij uitleg. Ik wil even uitleggen. Ik ga jou bezetten. Speciale dag, speciaal voor jou. Ja, dus even kijken hoor. Wie zou er eerder nu de loods nog terug in gaan? Stel je voor, ze zeggen je kan nog terug en je kan 300.000 euro pakken. Zeker dan? Nee, ja, nee, niet zeker dat je het wint, maar het is een kans. En hoe lang duurt dat? Dat duurt een half jaar. Nee, weer een half jaar. Nee, skip. Nee, nee, skip. Ja, allebei skip. Ja. Nou jongens, ik wil jullie bedanken. Ja, vond jullie het een beetje gezellig? Ik vond het heel leuk, ja. Jullie waren mee, want het was zo spannend altijd. Waarom? Je denkt van, oh, daar is ik zelf bijna niks teruggezien en dan moet je ook nog dit gaan doen. Ja, dat snap ik wel. Ja, maar heel leuk, ja. Jullie moeten er allemaal gaan volgen op Instagram. Ja. Hebben jullie TikTok? Ja, je hebt TikTok, ja. TikTok eigenlijk op alles. Jullie moeten even abonneren op dit YouTube kanaal. En tot de volgende keer. Doei.